De verpleegkundige voor RKZ, de mijn staak, de mijn kroet dat de man nog kies, de monisa de man van nodig kiezen. En we hebben gesproken met die mensen en ze vinden dat er nu toch wel een oplossing moet komen, anders zullen zij niet werken. We moeten een koopkrachtversterking krijgen en die hebben we nog niet gehad. En hoe lang wachten jullie al? Vanaf eind van de maand. En heeft de directie met jullie gesproken over wanneer jullie het zullen krijgen? Nee, geen geluid, geen beeld. En jullie hebben het nodig? Zeker. De situatie in het land laat het niet toe, dus we hebben het nodig. En we hebben vernomen dat het al is gestort voor het ziekenhuis, maar wij kunnen het nog niet op onze rekening zien. En iemand heeft met jullie gecommuniceerd, hoe of wat? Ja, de vakbond was er gisteren. En vandaag de ondervoorzitter. Maar hij is even in onderhandeling met de directie. En dan komt hij weer terug met ons koppelen wat er gezegd is. Wel, het probleem is, we kunnen ons verhoging niet krijgen. En het is al jaren zo. We werken, we houden rekening. We zijn al moe, meneer. Kijk, alles is zo duur. Alles is zo duur. We zijn al moe. We kunnen niet meer. We verdragen veel. We willen een verandering zien. We willen een verandering zien van ons salaris. We moeten koopkracht krijgen. We moeten lunchen krijgen. Zoveel verhogingen moeten we krijgen. En als jullie dat niet krijgen binnen nu en misschien morgen, wat gaat er gebeuren? We gaan door. We gaan door. We gaan het niet zo laten, meneer. We gaan door. We gaan door, hoor. We gaan het echt niet laten. Zolang we een goede, concrete antwoord niet krijgen, gaan we door. En wat is verder het besluit? Hebben jullie gesproken met de directie? Ja, we hebben gesproken met de directie. Maar we kunnen een goede concrete antwoord krijgen. Dus daarom staken we. Van het ziekenhuis moeten we nog een lumsum krijgen. En ze zijn al zeker, hoeveel jaren zijn ze? Hoeveel maanden zijn ze al in beraad? Onderhandeling voor die lumsum? 4 tot 5 maanden. En ze hebben ons een voorschot gegeven van een 500. We weten niet wat dat is. En het is een, als het ware, een bijhoud. We weten niet wat die lumsum is. Tot nu toe kunnen we nog niet horen hoeveel het is. En we wachten nog steeds erop, want ze zijn nog in onderhandeling. We hebben al zeker 4 jaar geen verhoging gehad. We worden steeds afgekocht. En de laatste afkoop, we kunnen de lumsum ervan nog niet krijgen. We moeten ook nog TWK krijgen, verhoging van een TWK. Ze zijn ook nog in onderhandeling. We zijn moe. We zijn echt moe. Het is een ziekenhuis. Je hoort ons nooit in de media. We komen nooit staken voor onze gelden. Maar nu, dit is echt een deadline. We zijn echt moe. We werken zo hard. We proberen ons best te doen. En dan nog moeten we achter onze gelden rennen. We moeten gelden van 2019 krijgen en nog steeds niet. Kijk, we hebben begrepen, we moeten koopkracht krijgen. Koopkracht is gebruikt om salaris uit te betalen. Dan komen de mensen zeggen, we willen ons eerst de helft komen betalen. Dat kan toch niet? Dus hoeveel jaren lang zitten we al met dit ding? We hebben KKF gehad, het is gestort, maar we hebben het nog steeds niet ontvangen. Gestort bij het ziekenhuis? Ja, gestort voor het ziekenhuis. En we hebben het nog steeds niet ontvangen vanaf maart. Eind maart is het gestort. En we hebben het nog steeds niet ontvangen. En we vragen ons af, waar is het? Wat is dan gebeurd met de gelden? Hebben we er geen recht op? En hoe lang hebben jullie al geen COVID-gelden ontvangen? Zo, als ik het goed heb, een deel heeft gehad en een deel heeft niet gehad. Het is sedert vorig jaar hebben we de gelden niet gehad. Wanneer precies kan ik niet zeggen, maar sedert vorig jaar hebben we het niet gehad. De straat.